Speler van Vitesse, René Eier. Dat is 1-0. En dan Paul Fortuyn is het een ex-Spartaan. Glenn Helder die uithaalt en 2-0 maakt voor Vitesse. Vitesse speelde goed, Helder minder, maar toch. Weer is het Bos die paast. Helder neemt aan en ziet dat het gat wordt gelaten en gaat dan binnendoor. En scoort met rechts heel droog. 4-1 winst voor Vitesse. Een goede generale voor woensdag. Echtold. Koku. Ja, Glenn Helder meegeven, zelf afronden. Nu, ja hoor, daar gaat hij. Glenn Helder. Glenn Helder bewijst in feite het ongelijk van... Dit is goed. En daar is Helder. En wat kan die dan? Eindelijk. Helder scoort. En er is weer iets te beleven. Malfries de Visser. Bal bezit Glenn Helder. Die het alleen probeert. En dat is een prima poging. Zesde minuut. En Glenn Helder een aantal malen uitgefloten na wat binnenbrandjes. En Raymond van der Gouden, keeper van Vitesse, die uittrapt. Het doorkoppen van Mackay. De misser van Gilbert Taument. En Glenn Helder die profiteert gretig. Vitesse Sparta 2-0. Er is een half uur gespeeld in de tweede helft. Als Helder alleen op avontuur gaat, dan wordt die bal nou van richting veranderd? Nee, dat wordt hij niet. Van Duinhoven zit er gewoon helemaal naast. Dus deze uittrap van der Gouw. Mackay komt door. Gilhuis heeft de ruimte. En heeft alle tijd om Helder te zien aanlopen. Het is 1-3. En het is beslist in Maastricht. Helder. Korsten Helder. Goed gedaan ten opzichte van Veskens, Glenn Helder. Het schot mist kracht, maar nu slijt Jansen dan toch. En dat kwam eigenlijk door verdediger Smits. Maar het is Helder die scoort. Smits. Vindt Helder op zijn weg. Helder krijgt niet de ruimte voor een schot in eerste instantie. Maar wel voor de slalom en dat is een schitterende goal van Glenn Helder. Zoiets in de zin van, kan het niet kwaadschiks, dan maar voetschiks. Nu is Vitesse eruit. Mackay aan de andere kant is Helder en daar is dus de mogelijkheid. 2-2. Glenn Helder. Wil hij het zelf proberen? Ja, dat wil hij. Maar hij probeert het niet alleen, hij slaagt ook. Zoekt de achterlijn, dat is verrassend. Vermeulen in de drukte. En de bal eindigt bij Helder.